Ik ben Lily, ik zing en ik speel gitaar. Ik ben Ruben, ik speel gitaar en ik woon in Diest. Ik ben Kai, ik speel drum en ik ben zondag. Ik ben Wouter, ik ben 25. En ik speel bas. Bij Neptune Bloom. Wij zijn Neptune Bloom trouwens. Daar hebben we echt nog een discussie over gehad. Je hebt het net aangepast, hè? Ja, nu is het experimentele shoegaze rock. We zitten hier een week om daar gebruik van te maken om nieuwe nummers te schrijven en eventueel PA-repetitie. Dus we zijn nu eigenlijk al gewoon de hele tijd nieuwe ideeën en zo aan het uitwerken en nieuwe nummers aan het maken. Next things. Ja. Ik denk wel. Attitude, Meghan Markle, sowieso. En Beach House ook een beetje, toch? Beach House, of course. Maar ik ben de enigste. Nee. Ja, echt, papi. Ja, ik denk gewoon experimenteren. Dat we zo van kleine deeltjes kunnen houden van alles. Het moet gewoon wel vaag zijn en wat dromerig en zo. En niet te happy. Ja. Ik was heel wanhopig om een band te zoeken. Toen ontdekte ik een vibe. Toen zag ik Ruben daarop staan. En toen kende jij Kai van school. En ik was eigenlijk een pianist, maar we hebben hem geforced into een drummer. Ja, dus na een tijdje hadden we een bassist nodig. Ja, ik had echt 2 maanden daarvoor een bas gekocht. Ik dacht dat ik op competitie ging hebben, dat ik zo op auditie moest gaan en zo. Ik had basically een auditie gedaan, dat was gewoon best repetitie, maar ja. Ja, maar dat heeft wel echt zo'n band op een ander niveau, maar wij drie waren echt aan het film maken en zo. En toen werd je echt oké, gaan dat je goed doen. En nu hebben we dus een manager. We hebben een boeker, we hebben 2 luisteren. Shoutout naar Nathan. En Chloe, onze manager, en onze nieuwe boekers, zeker. We love you.